ben Gino Brandt. Ik kom uit Emmeloord. Ik ben 16 jaar oud. Ik deed mee aan de prijsvraag. Nou, die heb ik gewonnen en nu sta ik hier en ontmoet ik straks Donny van der Beek. Hij lijkt me een hele aardige, normale jongen die heel goed kan voetballen, maar daarbuiten zich gewoon heel normaal gedraagt zoals andere jongens. Hey jongen, goeiedag. Is goed? Ja, lekker met jou? Ja, lekker. Goed man. Gefeliciteerd hè, met ja, dankjewel. Je winst. Ja, leuk. Lekker stuk. Stop, lopen die kant op jongen. Is goed. Als het echt slecht weer is, of, ja, dan trainen wij wel eens hier. Wie is je allerbeste maat binnen de club zelf? Ja, Adlak Nouri, die ken ik natuurlijk al heel lang. Chain, Vaslav Chaney. Dat zijn ook wel jongens waar ik echt heel veel mee omga. Het zou mooi zijn natuurlijk als we met zoveel jongens die nu aan de deur kloppen, dat we uiteindelijk in het eerste kunnen spelen, denk ik. Als je nu zomaar mag kiezen dan en je mag een plaats vervullen in het eerste elftal, speel je dan liefst gewoon met de punt naar voren of meer gecontroleerd? En... De een die zegt dat ik toch wel op 10 het beste ben en de ander op 6. Maar ik heb niet dat ik zeg van nou ik wil het liefst met de punt naar achter spelen of met de punt naar voren. Als ik maar speel. En uiteindelijk captain te worden, dat je dat ook wel... Ja, nou dat zou mooi wezen natuurlijk. Dat is wel iets waar je van droomt. En mijn familie die komt elke wedstrijd kijken of ik nou... Bij het eerste spel of bij jongens, ze komen altijd kijken. Dus het geeft je altijd wel de kracht om 100% je best te doen. Als je dan één dag geen voetballer zou wezen, wat zou je dan doen wat je normaal niet zou kunnen doen, zoals nu in het dagelijks leven? Zeg maar, ik doe ook best veel darten met vrienden en zo. Dus dat is wel iets wat ik ook wel, wel mooi vind. Ook best veel kijken op tv en zo. Ja, vooral ook als ze Nederlanders gooien. Dus ja, buiten het voetbal vind ik dat wel leuk, ja. Je vraagt altijd wel van, hey, waarom of hoe denkt hij daarover en wat het met hem doet? Daar ben ik nu wel meer te weten over gekomen. Ja, was top interview met je. Ja, top. Zullen we buiten even foto maken dan nog als afsluiting? Komt ja? Goed. Ja, okay, top. Ik vond het heel gezellig, veel te weten gekomen. Buiten het voetbal om, binnen het voetbal om, van alles en nog wat. En het is in ieder geval een dag om niets aan te vergeten.